What can I say? If you look at statistics, people are very happy. So obviously you're doing something right. Might be a good idea to look into the Dutch culture in that sense. Oh, it's great. It's really pretty. The buildings are really nice. I haven't seen too much of the city yet, but first impressions are very positive. Het afgelopen jaar wisten ruim 17,5 miljoen buitenlandse toeristen ons land te vinden. En dat is een toename van ruim 11% vergeleken met het jaar ervoor. Onder die toeristen zijn heel veel Duitsers en Belgen, en die dan met name naar steden als Rotterdam en Amsterdam gaan. Maar ook Utrecht blijkt erg populair. Niet in de laatste plaats natuurlijk vanwege het bijzondere uitzicht vanaf de Domtoren. Ja, we merken Utrecht degelijk iets van. Er heeft zich een forse toename voor gedaan, zowel van het dagtoerisme als van het aantal mensen wat heeft overnacht in Utrecht. Tot en met het derde kwartaal van het afgelopen jaar zien wij een toename van ongeveer 40% naar het schijnt. Nou, 40% is toch echt heel veel eigenlijk? Ja, dat is ook heel veel en daar zijn we ook heel erg blij mee. Ja, een flinke toename van het aantal toeristen in Nederland en ook in Utrecht. Merkt u daar iets van? Daar merk ik heel veel van. Ik zie er overal, het is veel drukker. Er lopen veel meer mensen, je hoort veel meer talen spreken. Wat trekt hen dan zo, denkt u? Ik denk dat, dat het gewoon een oude binnenstad is en met veel verschillende mensen en studentenpopulatie enzovoort. Ja. Ja, je hebt een aantal typisch Utrechtse bestemmingen, die staan ook in de gidsjes. Ik denk aan het Catharijnenconvent, het Spoorwegmuseum, Centraal Museum, Nijntje, Speelklok. Het zijn echt Utrechtse musea. Dan heb ik het alleen over de musea. Maar het zijn ook mensen die naar voorstellingen komen of naar een bepaald festival. En dus juist om een hele specifieke reden die zich echt hier in Utrecht voordoet, onze stad bezoeken. You're going to visit the Dom Tower as well, the tower? Yeah, we're going to go up now and just have a look in the university and... Just have a look around the little shops and bars and everything here.